Goedemorgen. Goedemorgen. Kom, het is tijd om op te staan. Nee, kun je niet heel even bij me blijven liggen? Nee. Ik heb namelijk een heel lekker ontbijtje voor jou gemaakt. Want wij hebben iets speciaals te vieren. Kijk me nu aan alsof ik moet weten waar je het over hebt. Mm-hmm. Maar ik heb letterlijk geen flauw idee. Nou, als je geen poging maakt, dan zou je er ook nooit achter komen, toch? Oh. Niet. Niet. Je wordt vader. Niet, niet! Ja, echt. Waar is dat ding waar je overheen plast? We krijgen een kind! Ja. Ga je die voor je nog open doen of laat je me de rest van de ochtend voor de deur staan? Ik ben Anouk, je nieuwe partner. Ik ga je naar het bureau brengen. Ik denk niet dat ik het kan. Wat? Ik kan het niet. Luister. Ik snap dat dit lastig voor je is, maar het is wel weer een stap de goede richting in. En ik wil je daar graag bij helpen, want ik weet namelijk hoe lastig het is. Je weet helemaal niks. Wat heeft dit nou allemaal voor zin? Ga nou maar weer terug naar het bureau. Ralf, als jij nu niet met mij meekomt, dan zullen ze je ontslaan. Ze vinden wel weer iemand anders voor mijn wijk. Ik ben gewoon nog niet klaar om verder te gaan. Daar zul je nooit klaar voor zijn. Maar denk je dat zij dit leven voor je hadden gewild? MUZIEK
Ik heb nog nooit een politieagent zien roken. Komt ook omdat het eigenlijk niet mag. Waarom doe je het dan? Dat ik binnenkort toch ontslagen word. Dus wat maakt het uit? 3301 en 3303. Voor u een prioriteit 1 melding. Op de Annedaal nummer 6 is een woninginbraak met bedreiging. Moet jij daar niet heen? Nee. Hoezo niet? Wat het mijn probleem niet is. Maar jij bent toch een politieagent? Jij redt mensen als een superheld. Nee. Ik ben geen politieagent meer. Nog helemaal geen held. Echt wel. Vind jij mij eruit zien als een held? Jawel hoor, alleen wel een beetje harig. Maar ik... Wat nou als ik er nog niet klaar voor ben? Mijn moeder zegt me altijd, als je geen poging waagt, dan kom je ook nooit achter. Jij hebt volgens mij best een slimme mama. Of niet? Wat is je naam? Mira. Mira? Dat is een mooie naam. 3303, agent de jager is onderweg naar plaatsdelict. Sukkel! Wat is er? Mijn collega is er nu in de eentje heen. Wat ga jij nu doen dan? Ik ga weer eens een poging wagen. Ik doe het hoor! Naar achter! Rustig, blijf! Naar achter! Rustig, naar blijf achter! Rustig. Ik meen het! Leg naar het achter! Wapen op. Ik doe het hoor! Dit is je laatste waarschuwing! Laat het mes los! Ik nu. Doe het! Laat me gaan! Ik doe het! Nick! Hoe heet jij mijn naam? Ik ben je wijkagent. We hebben gesproken bij het buurthuis. Weet je nog? Ik weet dus ook over de zware tijd die je doormaakt met je moeder. Jij weet helemaal niks! Ik weet dat mensen domme dingen doen als ze veel verdriet hebben. Dus luister goed naar me. Kijk alsjeblieft even om je heen. Zie je die wiegen lege verfpotten daar? Je staat hier in de kamer van een klein kind, Nick. Van een baby. Een baby die nog geboren moet worden. Klopt dat, mevrouw? Mocht jij haar nu steken, zal niet alleen zij, maar ook haar ongeboren kind sterven. Ergens vanavond zal er ook een vader thuiskomen, Nick. Die zal te horen krijgen wat er is gebeurd met zijn vrouw en kind. Het nieuws zal hem kapot maken. Wil jij dat op je geweten hebben? Je hebt geen idee wat je hem aandoet. Je hebt echt geen idee.
Laat het mes vallen. Alsjeblieft. Voicemail van Ralf van Beek. Spreek je bericht in naar de Piet. Hey Ralf, Anouk hier. Ik kreeg net te horen dat onze eerste werkdag samen alweer een jaar geleden is. En het leek mij leuk om dat te vieren met een lekker etentje of zo. Ja, ik hoor je alweer denken, wat overdreven allemaal, Anouk. Maar ik vind dat we echt wel iets te vieren hebben. Weet je, we vieren wat we allemaal hebben bereikt. Maar ook hoe ver jij bent gekomen dit jaar. Ja, je mag echt trots op jezelf zijn. En ik durf te wedden dat zij dat ook wel op je zijn. Nou, eigenlijk weet ik het wel zeker. Maar goed, laat maar weten wat je van het idee vindt. En dan spreek ik je later.